Een bingo speel je meestal gezellig bij elkaar in een zaaltje. Vaak wordt het geassocieerd met wat oudere mensen. Maar de knotsgekke bingo show is eigenlijk voor iedereen leuk. Normaal gesproken wordt de bingo show gehouden in clubsmederij. Maar door de coronacrisis vindt de editie van aanstaande zondag online plaats. De knotsgekke bingo show gaat altijd gepaard met optredens van artiesten en veel frikandellen voor de bezoekers. Die frikandellen komen nu terecht op de borden van de organisatoren. En de rest speelt zich af op de speciale livestream. Wij zien op een gegeven moment, want alles staat geregistreerd. Mensen komen, die melden in, die bellen ons in. Ik heb bingo, dus wij hebben live contact met die mensen. Kijken of ze die prijs hebben. Nou, als dat een goede bingo is, dan brengen wij de week daarna de prijs bij hun thuis. Als het een digitale prijs is, kunnen we hem direct sturen. Maar het leukste is natuurlijk ook nog direct contact te krijgen met de mensen die een prijs hebben gewonnen. De reden om nu online te gaan met de bingo show is vooral omdat de vaste spelers erom vroegen. En aan enthousiaste deelnemers lijkt er geen gebrek te zijn. Het was weer snel uitverkocht. Dat is natuurlijk een goed teken. Dat betekent dat veel mensen weer zin in hebben. Dat maakt ons, dat motiveert ons ook steeds meer en meer. En dat belooft gewoon nog, dat belooft eigenlijk nog voor meer shows. De opbrengst van de bingo zal niet worden besteed aan nog meer frikandellen, maar gaat naar het goede doel. Het mooie is dat wij er geen drol aan verdienen. Dus we hebben een cheque van €750 en die gaat naar de voedselbank. Ik denk dat het geld veel harder daar nodig is als bij ons. Toch hopen de heren dat ze na de coronacrisis weer als vanouds verder kunnen gaan. En misschien zelfs de boel nog groter kunnen aanpakken. Er komt een knotsgekke bingo festival. En dat gaat plaatsvinden als het allemaal een beetje mee zit op 1 juni. Lukt 1 juni niet wegens overheidskeuzes, dan schuiven we hem door. Maar er komt een festival aan waar we met minimaal 300 mensen gewoon een vet avontuur gaan beleven. Wij zijn blij dat wij ook weer gewoon ons ding mogen doen. Wij doen het echt puur voor plezier. Wij willen hier niet rijk mee worden of zo. Wij zijn blij dat we ook even van de bank af mogen. Ik ben blij dat ik mijn DJ-apparatuur gewoon weer een keer aan mag zetten. Die staat nu al een paar weken uit, helaas. En we gaan gewoon weer heel veel plezier beleven.